ben Ralf Verheul van de Kamo, waar we nu staan. En ik ben een van de eigenaren van deze zaak. Wat was het idee sowieso achter de koffietent Kamo? Het idee was eigenlijk om een soort ontspannen fietsenzaak te maken. Zeg maar. Dus waar koffie een ontspannen sfeer creëert, waarin je ook fietsen kan kopen of aan fietsen kan sleutelen of iets in die richting. Kamo is gelegen op de Bosstraat, de eerste toekomstige fietsstraat van Breda. Dagelijks fietsen hier ruim 4200 mensen doorheen. Auto's zijn nog wel welkom, maar fietsers krijgen meer ruimte door speciale beleiding op de straat. Perfect. Ik was al langer wel betrokken bij het idee, dus voor mij is het niet nieuw. En de vergadering is binnenkort ook bij ons. Maar dat lijkt me heel erg leuk. Lijkt me ook een hele goede straat ervoor. Ik denk dat sowieso de fietsen in het centrum nog heel vaak geen voorrang krijgen op auto's. En dat dat wel zo zou moeten zijn. Wat denkt u dat dat voor de zaak gaat doen, dat met deze nieuwe inrichting van de Bosstraat? Ik ben benieuwd. Ik denk in ieder geval dat de straat er ontspannender van wordt. Dus dan wordt automatisch ook je zaak, zeg maar, de sfeer ontspannender. Ik weet niet of het per se meer klanten op gaat leveren, maar ik denk dat het in ieder geval nog beter toevoegt hier in de Bosstraat.